Zijn we dan de laatste paar uurtjes tussen de ezels. Ja, even kijken, is dit? Ja, hier is het. De Donkey Sanctuary. Yep. Ay, mi toche limite lora corsón. Nou, we hebben twee voerbakken gekregen met brokjes. Ja. Ben benieuwd. Die gaan we even uitdelen aan de ezels. Gaan we even uitdelen. We mogen door. De poort gaat open. Kijk, daar staat ons al wat op te wachten. Gaan we niet opzij. Opzij. Seniorenveldje. Ja. Yeah. Hey, gaat even opzij allemaal. Ik heb ook mijn raampje maar even dicht laat. Ik geloof het ook, kijk. Ja, ze rennen zelfs mee. Het raampje blijft dicht. Daar bij die toren krijgen jullie wat. Loop maar mee. Nou, er staan er genoeg. No. Nee. Het ene neus naar de andere. Ja. Ja, zie je het. We kijken of we heel hard uit kunnen stappen. Je weet het, hè? Je weet het. Zo. Hey. Wat denken jullie? Ik ga het alvast even zelf pakken. Hè? Dat gaan we niet doen. Ja. Jullie hebben al gepakt. Illegaal. Jongens, zo kan ik er toch niet bij. Vreedzakken. Eén bakje is bijna op. Hè? Nee. Niet aan het bakje trekken. Ja, dat was bakje 1. Maar de helft van het bakje liggen ook nog achterin. Moeten we zo eens even gaan vegen. Kijk, misschien hebben zij ook wel eten. Je 1 alweer op? Ja, heel hard. Maar we geloven het nog niet. Wil jij het tweede bakje doen? Ja. Moet je er even 1 klaar. Yep. Ja? Want misschien zit daar wel eten in. Ik weet dat ik al ondergegeten ben. Hou op.
Ja, en dan ga ik van de... Nee, hé, 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 hé. Ga eens weg. Foei. Ja, een beetje laag houden en schuin. Ik word vanzelf naar achter verdreven. Een klein stukje naar achteren gaan, ze ging al op mijn tenen staan. Als je nou ook wat wil, moet je even naar voren lopen. Op! Ja, we hebben, kijk eens bij je voeten. Er liggen heel veel. Ja, ik heb een ideetje. Maar dan moet ik er wel even bij kunnen komen. Zonder dat ze op mijn tenen gaan staan, want dat doen ze gewoon. Gaat naar de verkeerde kant. Volgens mij mogen ze je wel. Ja. Zo gaat het wel lukken. Ja, die ezels hier op Bonaire zijn ooit in de 17e eeuw door de Spanjaarden heen gebracht om het werk te doen. Ja, met komst van vrachtwagens en zo waren de ezels niet meer nodig en die werden aan de lot overgelaten. Die kunnen zich goed redden hier. Alleen ja, ze fokken als konijnen. Dus het werd een beetje een plaag. Dus ze hebben nu hier een soort uitstervingsbeleid van de ezeltjes. En ze brengen ezels hier die wat hebben, die ziek zijn. Of wordt er nog wel eens eentje aangereden. Want ze staan gewoon midden op de weg. En als het dan donker is en je ziet het niet. Er staan wel overal bordjes met waarschuwingen dat de ezels kunnen oversteken. Maar toch gebeuren er ongelukken. Hey Deb, is dat niks voor ons? Zo'n schuurding in de woonkamer. Hallo? Ja? Ik heb het niet meer nodig. Nee, gewoon monteren we die paal in de woonkamer. Ja, de andere helft. We hebben nog appels. Ja. Oppie. Niet waar. Oh, ze komen allemaal hierheen nu. Dat gaat niet gebeuren. Nou, de laatste twee appels rijden we even een stukje naar de andere kant. Een beetje achterin het park, gaan we zeggen. Ja. Twee ezeltjes in een uithoekje. Zullen we jullie eens belonen? Lusten jullie een appeltje? Hm?
Jij de andere. Zo. Nou is het echt top. Nou is het echt top. Tot ziens.